Geocaches. Mijn naam is Rogier. Van harte welkom. We gaan het vandaag eens eventjes helemaal anders doen. Want ik heb namelijk op de kaart van Nederland gefilterd op een aantal kenmerken. Namelijk geocaches. Traditionals. Ze moeten een traditional zijn. Ze moeten formaat groot zijn. En het mag geen voortuincache zijn. Dat popt op, dan popt er een kaart op en daar ga ik eens even een paar caches van vinden en jullie daarin meenemen. Je merkt tijdens het geocachen soms dat het formaat van de cache niet klopt bij jouw idee van hoe groot het formaat van een cache moet zijn. En ik heb het eventjes opgezocht. Large is een grote container van meer dan 20 liter. Dus veel groter dan een schoenenbox, een schoenendoos moet ik zeggen. Dat kan dus een emmer zijn, dat kunnen tonnen zijn. Dat moet in ieder geval veel groter zijn dan regular. En regular is 1 tot 20 liter. Over het algemeen een ammo box of een schoenendoos. Dus eigenlijk een grote schoenendoos. Dat is regular. En large is dus echt groter dan een grote schoenendoos. Kijk, daar hangt hij, joh. Zo, hij lijkt van een kasteeltje. Een prachtig kunstwerkje om te zien. Super mooi gemaakt. Mooi plekje ook. Ook zo met die kleur tegen dat groen van die heg, zeg maar. Die eeuwig groen van die heg. Super mooi gemaakt. Hier aan de bovenkant hangt een slot. En over een overkapte ruimte eigenlijk. En als je naar beneden gaat, dan zie je daar die grotere kist met aan de rechterkant een slot. En we zullen dus op zoek moeten naar die slotcodes van het slot daarboven en dit slot hieronder. En ik heb bij nader onderzoek van die geocache aan de zijkanten iets heel erg leuks ontdekt. Echt superleuk gedaan. Er zit zo'n ding met van die gaatjes hier aan de zijkant namelijk. En er zit een dekseltje bovenop en als je dat dekseltje open doet, dan zit daar een soort staafje in. Wat je op en neer kan doen. Als je namelijk dat staafje aan de bovenkant op en neer doet, dan zie je achter die gaatjes zie je nummers omhoog komen. En dat kan natuurlijk niet anders dan dat de nummers van dat slot zijn. Heel erg gaaf gemaakt. Echt heel erg leuk. Simpel, maar zo is toch zo gaaf en doeltreffend. Ja hoor, het eerste slot is open. Super leuk. En ook die binnenkant is ook al zo mooi gemaakt. Een nieuw slot op een kist die geopend moet worden. Waarvan ik weer ongeveer op dezelfde manier, maar op een andere plek in deze cache, de code kan ontdekken. Super leuk gemaakt. Een meertrapsraket, hè? Hoppakee. Super gaaf. Hè? Het slot is open. En dit bakje is open. Alleen dit is dan een ruimte voor travel bugs en coins. Hier zit even nu niks in. Maar ik denk dat uiteindelijk het logboekje hierin moet zitten. En op een of andere manier moet dit kastje dus gewoon nog open. En na even friemelen en proberen, want er zitten nog meer opties op deze prachtige traditional grote geocache. Is het me gelukt? Heb ik hem te pakken? En kan ik gaan loggen? Super leuk gedaan. Nou, heel erg gaaf dus. En dit is een hele mooie opening van onze reeks caches die we gaan doen. Groot formaat. Nou, dat is dit wel, hè. Groter dan een schoenendoos. Geen voortuin. Het is op een soort parkeerplaats van een restaurant. Maar ik vind het inderdaad geen voortuin. Er is niemand die zicht op je heeft. Dus prima is dat. En het is een traditional. Dus goed gedaan. Super. Hele mooie nummer 1. Als de rest van die grote traditionele niet voortuin geocaches nou hetzelfde worden als deze. Ik ben heel benieuwd. Het is voor mij ook een uitprobeersel. Let's go. We gaan door. Nou, dan zijn we bij de volgende aanbeland. De volgende grote traditional. Ik heb hem al zien staan langs de waterkant. Want ik ben hier langs het water. Inderdaad groter dan een schoenendoos. Dus formaat dat klopt. Dit is een kastje waar we de sleutel moeten gaan vinden. En dit is ook weer een beetje soort van dubieus. Want het is weliswaar geen voortuincache. Maar het is wel aan de overkant van een huis. Dus hij ligt niet in de voortuin. Maar wel in het zicht van het huis. Maar feitelijk volgens de regel inderdaad geen voortuincache, maar wel eentje waar je bekeken wordt. We gaan die kant op.
Het is in ieder geval een heerlijk plekje zo aan het water. De temperatuur is ook goed. Het waait wel een beetje, maar de plek is natuurlijk prachtig. En normaal gezien, want er zit hier een slot op die cache. Normaal gezien zou je hier ergens het sleuteltje moeten zoeken. En ik neem aan, er staat hier zo'n hele grote boom, dat je in die boom het sleuteltje moet zoeken. Of ergens anders in de omgeving. Maar ik zie nu dat het slot gewoon open is. Althans niet open is, maar niet vast zit aan die deksel. Dus als het goed is, kan ik die deksel gewoon openmaken zo. Hij is inderdaad zo open te maken en aan de binnenkant is hij super leuk. Want echt oud-Hollands. Het is allemaal, ik denk, een soort Delfts blauwachtige spulletjes inderdaad. En het zijn denk ik allemaal voorraden van, of potjes eigenlijk, van olie en azijn en dat soort zaken. Super leuk om te zien, zo'n verzameling bij elkaar. En er is in de deksel ook ruimte voor tb's. Er hangt nu niks, dus hij is helemaal leeg. Maar de kast is wel heel erg leuk gemaakt. Inderdaad, het formaat klopt. Het is ook een traditional. Je moet je een klein beetje afvragen of het nou een voortuincache is of geen voortuincache is. Maar volgens de regel niet, want dit is natuurlijk geen voortuin. Weliswaar in het zicht van huis, maar geen voortuin. Heel erg leuk gemaakt. En door naar de volgende. Nice! Voor de volgende grote traditional moeten we een stukje lopen en er is geen straf, want het is hier een prachtige, weidse, landelijke omgeving. Super mooi en we zijn er bijna. We moeten zo meteen verderop het water over daar, maar hier zie ik een mooie uitkijktoren met dat kunst ernaast, met die bronzen ganzen of wat het ook zijn. Dus dat is wel leuk om daar even boven te kijken, denk ik. En wie weet zien we vanaf daar de cache wel liggen, alvast. Want die moet aan de overkant van het water liggen. Nou, zijn we bovenaan. Nou, en in ieder geval een prachtig uitzicht dus over dat kanaal, dat bruggetje waar we zo meteen overheen moeten. Die ganzen op die stok en die bossage erachter. En volgens mij is in die bossage daarachter de plek waar de cache moet liggen. We gaan eens even kijken. Nou, en wat ik inderdaad al hoopte was, dat als ik zou filteren op groot formaat, geen voortuin cache en traditional, dat je inderdaad in dit soort landelijke gebieden terecht zou komen. Want dit is wel geweldig en bijna de enige plek waar je een traditional, zijnde niet in een voortuin, toch veilig neer kan zetten. Nou, hier houdt het stukje landelijk op in ieder geval. Althans voor wat, waar we kunnen wandelen. Daar begint het natuurgebied zo te zien. En die grote traditional zou hier ergens zich moeten bevinden. Ja, jouwer. Dit kan toch niet missen, zou je zeggen. Kijk eens, dat is vet. Inderdaad, groter dan een schoenendoos. Hoewel de kistje in een kleinere verpakking zit, zie je dat? Dat is super gaaf zeg. Een hele camper. Hoe vet is dat? Een happy camper. Super leuk gedaan. Echt heel leuk. Echt mooi. Lekker als je daarmee zou kunnen reizen. Heerlijk. En voor ons lekker dat we die geocache te pakken hebben hier. Heerlijk hè. Je zal maar lekker kunnen cachen in je camper. Heerlijk op reis. Caches zoeken onderweg. En voor nu.
voor ons, we zijn helemaal niet met de camper, maar we hebben wel een camper gevonden, een happy camper gevonden. We hebben de cash ook gevonden. Ja, en ik zei al, het is natuurlijk best wel moeilijk als je zo'n cache neerlegt. Zo'n grote camper met zo'n bak erover. Maar dan wel, die cache container is dan eigenlijk een regular of een klein. Tussen een klein en een regular in. Maar ja, die hele bak is groter. Dus ik snap dat die hier als groot wordt neergezet. Maar er zal vast discussie over kunnen ontstaan. Hij was in ieder geval heel erg leuk. En ik ben blij dat ik deze heb kunnen meenemen door mijn filtering. Let's go! We gaan door naar nummer 4. Zo, we zijn inmiddels bij de vierde grote traditional en het moet gewoon een meter of 6 vanaf hier zijn. En ik zie hier alleen maar bosjes met een bedrijf erachter, dus ik denk dat ik misschien wel tegen de wand van dat bedrijf moet zijn. Ik moet even een ingang vinden waar ik naar binnen kan. Laat het hier maar gewoon ergens doen, want anders... kom ik nooit naar die achterkant. Gelukkig een lange broek aan. Een heleboel bramen hier. Maar waar moet ik precies zijn? Nice. Kijk eens even. Wat een enorme box. Lekker. Mooi plekje ook. Mooi afgelegen plekje ook. Zal je altijd zien, hè? Nu ik hier zo kijk, zie ik hier een veel mooier paadje waar ik naartoe had gekund. Hier moest ik door een heleboel bramen heen, maar die box ligt hier. Super gaaf. Wat een kist weer, hè? Moet je kijken. Enorm. Dit is mijn rechter groot. Dus formaat klopt in ieder geval. Wow. Kijk dan, wat een ding, joh. Enorm. Allemaal buizen in elkaar. Ingetaped. Ligt nog eigenlijk best wel lekker in de hand ook. Zo, en ik hoor daarin iets bewegen, dus... iets bewegen, dus... Wow. Oh, ja hoor, de cash komt eruit zitten. Maar ik heb niet het werk hoeven te doen wat ik normaal gezien hier zou moeten doen waarschijnlijk. Hij is wel erg gaaf hoor, moet je kijken. Ik neem aan dat de bedoeling is dat die cache hierin gaat. Of hierin gaat, ergens in gaat. Dat je hem dan even lekker diep in dat binnenste draait. En dat de volgende dan hem eruit moet zien te draaien. En dat je op basis van luisteren moet kijken van... hoe moet hij eruit komen? Maar ik heb hem gewoon te pakken. Ik heb hem gewoon te pakken. Oh, sorry. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar wel erg fijn. Ik heb hem gewoon binnen. Het slot zat er al niet op. Ik ben nog geen minuut aan het schudden. En plop, die cache valt eruit. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het concept is wel super gaaf. Soms ga ik er langer over doen om deze cache eruit te halen. Oh-oh. Oh ja. Ja, ik snap hem al, ik snap hem al. Ik denk, er zit niks in, maar er zit wel wat in. Want er zit namelijk een getallenreeks in. En in die kist net heb ik gezien dat er nog een slot in zit. En daar zal de kist dan wel achter zitten. Een doosje met een slot erop. Dus ik neem aan dat deze getallenreeks, dat op die slot moet. Hoppakee. Oh yeah. Nice! De vierde grote traditional die geen voortuincash is.
Weer zo'n prachtig ding. Super vet toch, hè? Zo'n afgelegen plek. Eigenlijk toch wel dicht bij de bewoonde wereld, want dat hoorden jullie wel aan het geluid. Maar hier op zo'n afgelegen, of in ieder geval verborgen plek eigenlijk, ligt dan zo'n enorme kast sowieso. Maar ook zo'n enorm netwerk van buizen. Ik rol hem er binnen 30 seconden uit. En ik heb de cash te pakken. Heerlijk, lekker. Ik ga loggen en dan gaan we daarna nog eens eentje doen. Nog eentje. Nog eentje dan om het af te leren. Dan hebben we 5 grote traditional caches die geen voortaan cache blijken te zijn. En we hebben toch wel een paar hele mooie te zien. Hebbers! Woe! Lekker! Opruimen en door. Ja hoor, onderweg naar nummertje 5 en wederom in een weer onverwachte landelijke omgeving. Geweldig plekje weer hier, wel naast een drukke weg, maar voor dit soort caches maakt dat natuurlijk helemaal niet uit. Op zoek, na een stukje lopen, naar de 5e grote traditional die geen fortuin cache is. En we moeten midden door de bush heen. Eens eventjes kijken waar we uitkomen. Yes! Nog zo'n grote. Het formaat klopt zeker weer, ja. Oh, heerlijk. Weer zo'n lekkere, dikke box hier. Nice. Wel inderdaad vlak bij de weg. Dus je hoort continu auto's en vrachtwagens langskomen. Maar dat maakt voor dit soort caches maakt dat niet uit. Want het is wel weer een lekkere, grote, gave box. En als ik de listing goed heb gelezen, dan gaan we hier wat jeugdherinneringen ophalen. Ik ben zelf meer van het Playmobil geweest vroeger dan van het speelgoed dat hierin zit. Maar Daan bijvoorbeeld is helemaal gek op dit speelgoed. Vooral de technische varianten van. En vooral de gebouwen varianten van. Eens eventjes kijken wat hierin zit. Boom! Ja hoor! Lego! Nice! Superleuk! Wauw, echt een heel leuk scenario om te zien. Het is een strand van Lego. In het water zijn ze aan het zeilen en allerlei watersporten aan het doen. Ik zie poppetjes hier klimmen. Ik zie poppetjes ijsjes eten. Ik zie een badmeester. Ik zie iemand een kasteeltje bouwen. Echt heel erg gaaf. Super mooi gemaakt. En hier hebben we de geocache. Lekker. Oké, geocaches, ik heb jullie meegenomen. 5 keer naar 5 geocaches. Alle 5 geocaches, formaat groot. Alle 5 geocaches, traditional geocaches. En alle 5 geocaches, geen voortuincaches. Nou heb je de afgelopen 5 geocaches gezien dat deze manier van filteren echt wel hele leuke geocaches oplevert. Ja, en vast is er wel wat discussie over wat is nou de formaat van de geocache. Want ook deze is natuurlijk gewoon een klein. Maar deze hele kast is wat mij betreft helemaal terecht een formaat groot geocache. Want dit is helemaal de cache container in zijn geheel. Heel erg gaaf. Hele leuke manier om te filteren. Bedankt ook dat jullie met me mee wilden. Bedankt dat jullie met me meegekeken hebben. Heel erg tof. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende vlog. Bij de volgende livestream of misschien wel in het veld. En wie weet hoe we dan gaan filteren of waar we dan naartoe gaan. Bedankt jongens, tot ziens. Ik ga nog even nagenieten en ik hoop jullie ook. Wat een geweldige geocaches allemaal. Groot, traditional, geen fortuin cache.